kijken naar het bord. Pen. Doe maar mee.
Die verantwoordelijk zijn voor hun lichten, maar
Luister. Dit is... Die leeft natuurlijk niet. Dus al die poppen
moment zag je ook die andere poppen, die zaten vast met touwtjes. En dan kun je zo'n pop bewegen met touwtjes. Maar hij was dus betoverd, of nou ja, hè, Geppetto, zo noemde hij hem. Die heeft met hem, nou ja, ook iets gedaan met hem, zodat hij ging leven. En dan zingt hij, I got no strings. Dus hij begon te leven. Hij kon zonder strings, noem je dat, zonder touw, kon hij bewegen en dansen. En dat is ook een echte jongetje. Ja. Hier is hier, dat is de echt. Maar dat is ook een film, want Pinocchio is eigenlijk niet echt echt. Het is een sprookje. Ja. En hij ging inderdaad, zijn neus werd steeds langer, dus hij viel net ook op zijn neus. Ja, zijn neus. Nee, die wil ik dus kijken. Goed, de klasdienst mag even de lampen weer aanhouden. Nee, dat wil ik kijken. Nou ja, misschien als er tijd over is. Hoe dan? Goed, terug naar het neusverhaal. Vandaag is het doel van deze les, is dan ook het aanleren van het woord neus. En het aanleren van de letter M. Doe allemaal mee. En die ga je ook schrijven. Ja. Goed. Komt-ie. Neus. Mm.
wacht er even. Menmee, ga eens goed op de stoel zitten. Yeah.
uit. Oh, laat ze uit.
alweer, juf? Dit. Volgens mij als juf Eline dit doet, is het direct stil. Maar bij mij is dat niet zo. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Ik ga het nog één keer proberen, ja? Ga allemaal maar een beetje hier iets opruimen of wat je aan het doen mag. Een beetje douchen moet nog. En dan ga ik even testen. Kom. Nee. Goed, oh my god. Zeker. Je
6 halen. En meer dan 7. 7? Ben ik wel heel benieuwd. Kun je mij ze opnoemen, Jonas? Snoot. Wacht even hoor. Want Melva en Nenee zijn niet aan het luisteren. Nenee, wil je nou even op een stoel zitten? Bedoel, met gewoon op een stoel zitten bedoel ik eigenlijk dat je met je kont op je stoel zit. Met je binnen en kont. En dat je gewoon even zo inderdaad zo op je stoel zit. Weer op je stoel. En dat geldt voor Milana ook. Goed zo. Jonas was aan het vertellen. No, yes. 0, 9, ballons, ballonaan, snorhaar. Daar zit Jan. Nelva. Dat zijn al tent. Tent. Het zijn er al 9. Maar wie denkt dat hij er meer dan 9 weet? Marijn, komt ie. Ga kijken. Zon. 9, 0. Banaan. Nest. Nood. Ballon. Snelvaart. Eentje. Pak ik alles even af. Dan weet je ook wat ik dan ga doen. Als je nu
Doe je luisteroren op, je neus naar de vork, luister goed naar je, want dan weet je straks wat je moet gaan doen. Want als je je neus niet deze kant op hebt en je bent met andere dingen bezig, dan zegt je hoofd straks, Jumeline, wat moet ik doen? Want dan heb je niet. Kijk, dan pak ik alles van je af. De deur is heel duidelijk geweest. Jij draait je onder mij. Kijk, kinderen die niet luisteren, die moeten maar even ontdekken. Maar ja, maar juf, hoe moet ik nou straks alles doen dan? Ja, jij bent er weer bij. Dus, iedereen zit goed. Laureen doet de armen even goed. Kun je goed zitten. Dan, als je hem zo hebt, is het nog lekkerder voor je arm. Dan ga ik nu even kijken welke neus nu heel goed naar het bord blijft. Wie is voor de lampjes? Kijk, dit is keurig stil. Lampjes uit. Ja, moet je goed ontdekken. Ja, jij bent ook alles kwijt. Dat had ik wel goed. Ik had het wel een beetje verwacht van jou. Want jij zit al door overal aan. Dat was toch goed? Ik heb het al bij de dag. Jullie is er nu. Omdat je overal aan zit te frutsen. Ik ga nu kijken wie dit heel goed kan. Nou, één neus goed houden. Honden zijn dicht en luister. Wat moet je straks doen? Kijk, werkblad. Het werkblad. Gaan we kijken. Dan moet je heel goed opletten. En dan ga je heel goed kijken. En laat je dan niet poppen op het woordje neus. Waar zie je het woordje neus? En daar ga je dan een rondje zetten. Ja, eigenlijk is het een beetje flauw. Ze proberen je een beetje te poppen. Af en toe ook een keer een verkeerd woordje. Dus kijk goed naar het woordje neus. Neus, hoe schrijf je het? En je mag je kliklapboekje daarbij gebruiken als je dat prettig vindt. En dan kun je heel goed, dan kun je het woordje neus een cirkeltje. Maar deze kennen jullie wel, dus hoef jij kliklapboekje bij. Ze lezen het woordje en het zo'n cirkeltje. Ja. En dan hebben we het woord neus. En bij deze bladzijde is het belangrijk dat we woorden gaan omcirkelen die beginnen met de letter N. En als die dan niet begint met de letter N, moet je hem dan ook omcirkelen? Nee. Dus ik ga goed kijken. Ik bespreek kort eventjes met jullie de woorden. Dit is een net. Dit is een neus. Dit is een maan. Dit is een noos. Dit is een mol. Dit is een pop. Dit is een nat is dit. Een nul. Een tak. Een naam. Dus niet Jan. Nee, een naam. Dit is een nek. Dit is een peer. Dit is een zak. Ja? Dus kijk. Oh, ben ik vergeten? De middelste. Dit is een nies. Ja. Dit was ik vanmorgen nieste. En toen werd mijn neus gewoon. Een nies. Oké, en de volgende bladzijde. Hierbij hebben jullie. Nee. Nou heb jij al geen spulletjes meer op de tafel. Dus kan ik niks meer afpakken. Zoals je dat verteld heeft. Maar eigenlijk had ik dat nu alweer gaan moeten. Want je praat weer wanneer je niet moet praten. En anders mis je straks iets. De neus. Het lepeltje neus. Ga je kijken welke letters komen met daarin voor. En die ga je invullen van de noor. Met de letter. Wat zeg je, Jonas? Wil je je vinger opsteken als je dat zegt? Ja. In dat verhaaltje, in het tweede verhaaltje, staat noor. Klopt. Ik ga het straks laten zien. Oh, ja. Heb jij wel heel goed gezien, maar ik vind het wel prettig dat je eerst eventjes wacht met praten. Neus, net, noot. Nou, je kleurt de rondjes in met die letters die daarin voorkomen. Dan vergeet deze niet, want die wordt nog wel eens vergeten. En ja, dank u. Ik ga
kan weer voorlezen. En heel mooi opgemerkt, Jonas, dat inderdaad Noor komt erin voor. Dus Noor, we gaan dus even kijken waar het over gaat. Dit is een neus. Een neus in een nest. En neus in het nest van Noor. Mijn naam is Gnies, zegt de neus tegen Noor. Ik hoop dat ik niet te veel snor. Nou Noor, je hebt een eigen nest. Met twee neuzen, dat is grappig. Leuk. Je kleurt het alles met een letter. Ja, alles met een letter. Dus neus, nest, Noor. Nee, allemaal. Ze hoeven niet het hele woordje. Dat weten de kinderen ook wel. Ze hoeven niet het hele woordje. Wat moet je alleen kleuren? Steek je vingers op als je het weet. Wat moet je alleen kleuren? Je hebt goed opgelet. Wat moet je alleen kleuren in het verhaaltje? Ja, alleen maar moet je dan het hele woordje of hoef je alleen maar de letter te kleuren? Alleen de letter. Want alleen we speuren met onze ogen naar de letter. En jongens en meiden, je mag een mooi streepje eronder zetten. Maar wat ik wel wil is dat ik het streepje goed kan zien. Want anders willen we niet. Welke kleuren mogen we niet gebruiken? Dat is niet handig. Steek je vingers omhoog als je het weet zonder je mond te gebruiken. Brian, geen zwart en geen geel. Inderdaad, die twee kleuren moeten niet. Nee. Nou, volgens mij hebben ze nu heel veel gelet. Ja, volgens mij ook. Dan ga ik nog even vertellen. Oh. Ja. Dan gaan we dat straks doen. En als je dan klaar bent, wat gaan we dan doen? Nou, je hebt natuurlijk de klare. Dat mag je doen. He, ik heb gehoord van juf dat jullie een heel leuk nieuw boekje hebben. Waarbij je stickers mag plakken, die mag je doen. Je mag het veilig geleerde veilig en vlot nog eens een keer goed doornemen. Je mag woordjes gaan maken met de en in je schriftje schrijven. Dat kun je doen. Maar ik wil niet dat jullie door de klas heen gaan lopen. Dus je blijft zitten als je klaar bent. Als je de werkbladen straks hebt gemaakt na de pauze, ga je gewoon blijven zitten. Ik zet straks, als ik met de verlengde instructie met de kinderen hier, zet ik de timer aan en de stoplicht aan. En als je klaar bent, blijf je aan tafel zitten. Ja, alleen, dat moet ik dan nog even weer extra zeggen. Juf, als ze voor de computer kiezen voor Zoom erbij, ga je rustig naar Zoom erbij. Ga je stempelen, mag je naar de stempeltafel, kies je leeshoek, dan moet je naar de leeshoek wandelen. Dus er zijn wel wat kinderen aan het wandelen. En bij het klikklapboekje hebben we inderdaad dat je in je schriftje. Dat je in je schriftje mag. Maar er zijn ook kinderen die heel graag in het klikklapwerkboekje willen. Maar nog niet iedereen van jullie, kijk maar even deze kant op, heeft dit klikklapboekje. Dit is kern 1 en kern 2 zit er ook in. Nog niet alle kinderen. Kijk. Allemaal woordjes van kern 2. Die heeft nog niet iedereen in zijn map zitten. Dus als je kiest Jayden voor het klikklapboekje, dan kun je die nog halen. Sommigen hebben hem al in het map en sommigen nog niet. Dan zet ik je naam erop en dan kun je daar ook mee aan het werk. Dat is het klikklapboekje. Ja? Ja. Weet iedereen dan wat hij moet doen straks? Wat nee! Moet je dan doen? Wie kan mij even vertellen wat je moet doen als je klaar bent? Vingers omhoog. Zo'n boekje. Goed zo. En behalve als je aan de computer moet of als je inderdaad naar de leeshoek gaat of naar de stempelhoek, mag je dan ook gewoon door de klas heen lopen. En heel goed. Dan gaan wij nu. Voor de zonkinderen schrijf ik nog eventjes op wat de zonnetjes straks gaan doen. Dus als jullie in de klas komen, zien jullie hier staan wat jullie moeten doen. Ja. En ik ga nu ook eens even kijken met juf samen welke kinderen heel rustig naar buiten komen. Sommige kinderen die waren echt wel heel rustig. Dat vond ik een beetje druk. Ik ga nu eens even kijken. Ik vind dat Kief mag naar buiten. Ja. En ik vind dat Rohan mag naar buiten. Die is keurig. Ryan die was heel keurig. Fiona. Eline, sorry. Ik ben Eline. Ik vond dat wij een beetje dezelfde naam hebben. Wij noemden haar daarvoor Eline.
team. Dus daar komt het graf aan. En maar. Ik vind jullie wel groepjes. Ik ga ja, uit. Ik vind het groepje van Stieg mag ze. Dit groepje mag gaan. Even naar buiten. Meer keuze hebben we niet.